Iedereen kreeg smink. En toen zei de juffrouw tegen mij van... Nou, jij hoeft niet, want je bent al donker. En op een gegeven moment had ik mezelf opgesloten in de kamer. Ja. En met een mes. En toen dacht ik van, nou, nu gaat het te ver. Als je de hele tijd tegen mij zegt, je mag dit niet, je mag dat niet... dan ga ik het juist doen, omdat het niet mag, zeg maar. Als ik hier één dag blijf, dan word ik gewoon een junkie, denk ik. Ja. Je zag jonkers op tafel liggen, echt alles gewoon... Ja, als hij niet was gekomen, dan hadden ze me gewoon niet gedoucht, bijvoorbeeld. Wauw. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up, DJ Khaled. Hey, what's up, everybody, this is J Balvin. Nando Lix, okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Lix. Yeah, what up, your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hot, Keep It Bang. En welkom bij Real Talk, de podcast over motivatie, dromen. Hoe maak je het waar? Hoe laat je het lukken? Kortom, je kan altijd meekijken en leren van andere mensen. De communicatie leer je heel veel. Dus als je de podcast support en je wil het groter zien worden... like, subscribe, notificatie, blijf reageren. Als je vragen hebt of je wilt bepaalde mensen graag zien... gooi het in de comment section en wellicht haal ik er eentje eruit... en dan zie je die persoon gewoon verschijnen. Een van de mensen waar veel vaak wordt gevraagd van... wanneer komen ze een keertje in Real Talk? En ik wil het ook natuurlijk heel lang. Ze zit in de building, succesvolle influencer, binnenkort mama. Ze acteert, ze doet alles, zingt. The most animated, Vonneke Bonneke, Vonneke. What's cracking? Hello, Fernando. Welkom. Alles goed? Ja, we chillen. Lange dag, ochtendshow, jij doet de middag. Ja, ik weet nog dat je een keertje mij had uitgenodigd voor de ochtendshow. Ja. En dat was echt heel vroeg. Oh ja. Dat was ook mijn allereerste interview, hè. Toen was ik 16 of 17 of zo. Ik weet nog dat je zei, hoezo doe je dit zo vroeg? Ik zei, toen ging ik me schuldig voelen dat ik dus de ochtendshow doe van 6 tot 10. Jij zegt, hey, maar zo vroeg hoor. Was toen in Rotterdam dat ik je toen uitgenodigd, toch? Ja. En toen woonde ik nog in Barneveld. Toen ging ik met de trein. En het was echt veel te vroeg voor mij. Ja. Ja. Now, we go way back. Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 24. Then we go way back. Ja, echt zo. En je wordt mama? Ja. Je bent eigenlijk al mama, maar het moet nog eruit komen? Ja. Ja. Mooi. Het is een beetje lastig. Want eigenlijk ben je al mama op het moment dat de baby al... zeg in je maar, buik zit, ja. Ja, je bent al mama. Alleen het moet nog de production... eruit gepoetst. Ja. Ja. Maar toen ik hoorde dat je zwanger was, dacht ik, wat vet. Want in mijn gedachten ben je zeg maar een kleine zusje. Ja, ja. Snap je? Ik zei laatst ook tegen Marmer, een andere collega van mij, dan zeg ik van, ja, die is nu getrouwd. En dan in mijn hoofd denk ik, oh ja, maar in mijn hoofd ben je een klein zusje. En dan, ik vind het zo grappig, hoe is dat voor jou, mama? Ja, het is wel iets wat ik al heel lang wou. Ja. Dus ik ben wel echt blij dat het nu gaat komen. Ja. Ik had me niet echt voorbereid, zeg maar, van wat ik allemaal moet halen, wat ik allemaal moet doen. Ja. Dus dat is wel dat ik nu denk van, oké, ik moet echt alles halen. Dus ik ben nu ook echt helemaal aan het shoppen. Oké. Ja, en iedereen zegt van, doe rustig, want je krijgt ook nog heel veel van mensen. Maar ik denk van, ja, ik koop alles zelf. Ja, van designer, El Gucci, El Pucci's, alle gekke dingen. Nee, dat vind ik dus echt heel zonde. Oh, oké. Ja, want een baby die groeit gewoon heel snel. En om dat soort dure dingen te halen, vind ik gewoon zonde. Maar bijvoorbeeld een leuke luiertas, dat zou ik wel leuk vinden. Oké. Maar... sponsoren? Ja. dat is een keycode. Sponsoren. Ja, ik had nog met Oussama erover. Maar wij houden echt van gratis dingen. Jij ook, toch? Ja, ja. Maar had je die podcast gezien met Oussama? Dat hij ging vertellen over die jassen. Dat hij zei, bro, ging soms te ver. Dat hij 6 jassen ging halen. En 5 jassen ervan aan een boys uit de buurt gaf. Shout-out aan die man. Hij is the realist, man. Dat hij dat gewoon... Ja, maar ben je ook gewoon... zo? Ga je ook... Niet dat je voor de buurt gaat halen, maar ben je iemand die ook losgaat met de gratis dingen wel. Die je krijgt? Okay. Ja, in het begin wel. Toen ging ik echt aan vrienden geven en ook echt gewoon random mensen. En nu is het meer van, ik hou gewoon voor mezelf. Ja. En, dus ik heb spontaan nieuwe vrienden erbij, hè? Ja, dat is wel echt zo, hoor. En als je een keertje iets niet geeft, dan is het van, dan ben je opeens een hater of zo. Of ben je nep. Heb je veel vrienden verloren, zeg maar, in deze industrie? Of nu dat je bekend bent, want je bent al best wel lang bekend? Ja, in het begin was het gewoon van leuk. Maar op een gegeven moment merk je wel van dat mensen vrienden worden om een reden. Dus dan is het opeens van, kan je mijn bedrijf promoten? Of dan krijg je heel veel gratis dingen. Bijvoorbeeld bij de VIP in een club. En dan wil iedereen opeens mee. En naarmate ik ouder werd, merkte ik dat wel, zeg maar. Ik kon al heel snel zien of iemand...
voor wat voor reden, zeg maar, met me om wou gaan. En wat deed je dan? Je ging niet meer reageren op de app? Nee, ja, op een gegeven moment verwaterde het gewoon een beetje. Ja. Het is niet van dat ik zei van, nou, ik zie dat je profiteert en ik ben loezel, zeg maar. Ja. Want met iedereen met wie ik vrienden ben geweest, ja, ik heb ook leuke momenten gehad natuurlijk. Okay. Dus ik denk dat dat een beetje afweegt, zeg maar. Oké, okay. Maar je zei aan het begin van het gesprek, ik wilde graag en ik wilde eigenlijk allang al moeder worden. Ja. Waarom? Ja, ik hou gewoon van kleine kinderen. Ik heb ook een zusje, die is nu 7, soort 8. En toen zij baby was, vond ik gewoon zo leuk om te passen en zo. Ja. En ja, ik wou gewoon ooit mijn eigen kind. Oh, nice. En nu krijg je eigen kind. Ja. Oh, nice. Maar was je aan het plannen of is het op je pad gekomen? Ik was aan het plannen, maar Davinio niet. I'm going in. Yeah. I'm going in. We have a mission. Nee, bij hem was het meer van ja, het komt gewoon wanneer het komt. Oké, okay, mooi. En ik wou al heel lang een kind, maar ik dacht van ja, ik ga ook niet dwingen of zo. Ja. Wat misschien soms wel een beetje overkwam. Oh, je ging hem dwingen. Gewoon weer. En nu... Ik ben vruchtbaar nu, hè? Let's go. die pressure. Ik zie hem zo nu. Yes, I remember. Die man zit rustig op de computer. Netflix. Yes. Hey, luister dan. Het is nu... Ja, het is tijd om baby's te maken. Oh, ja. En dan gooit hij ook zo erin. Next level. Wow. Maar op een gegeven moment werd het geforceerd. Dus toen dacht ik, ja, laat maar. Maar eigenlijk bepaalt de vrouw, hè, zeg maar, de hele process. Zeg maar, als een vrouw in haar hoofd heeft, ik wil een kind, dan gaat het hoe dan ook gebeuren. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. We hebben niks te willen. Wij zitten soms van, ja, maybe I could, no, nee, nee. Nee, condoom gebruiken kan ook niet, want dat is voor jou opeens wel anders. Dat zou heel raar zijn. Heel raar. Ja, ik heb ook nooit de pil gebruikt of zo. Nooit in je leven? Nee, ja, dat is misschien heel raar, maar ik heb nooit echt die voorlichting gekregen of zo. Vanuit huis of vanuit school of zo. Maar je ziet gewoon die hele mensen aan mijn kinderen krijgen. Dat je denkt, well, maybe. Misschien moet ik... Nee, ja, ik wist niet hoe het werkte. Dus ik dacht van ja, en ik zag ook allerlei bijwerkingen. Ik dacht van, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga stuk. Maar je hebt nooit in leven aan de pil gezeten? Nee, maar wel gewoon beschermd. Oké, oké. Het is niet van dat ik losging en dacht van... Als het 10 kinderen nu? Ja, ja, dat ik heel 11 gehad, ja. Nee, dat zou ik is dat mine? Is dat mine? Nee, ik ben wel echt blij dat ik niet zomaar kinderen heb met mensen. Ja, ja, ja. Nee, maar het is ook een zo'n dingetje. Kijk, een kind is echt voor altijd. Snap je? Een wedding, ja, tegenwoordig mensen, zou eigenlijk ook voor altijd moeten zijn. Maar bij een wedding kan je dan zeggen, weet je wat, it didn't work out. Maar bij een kind is het echt iets permanents. Dus het liefst heb je een kind met iemand die ook verantwoordelijk is. Dus als het niet meer werkt, dat die persoon altijd het beste zou doen voor het kind en voor jou. En dat je goed kan communiceren met elkaar. Ja. Het moet ook je beste vriend zijn. Maar volgens mij zit het wel goed. Jullie zijn elkaars beste vriend, toch? Ja, ja. Ja, toch? Ja, hij is mijn beste vriend. En mijn partner. Ja. Mijn manager. Alles voor de één. Alles in één. Hij heeft geen keus. Hij kan niks doen. Schat, ik wil even tv kijken. Nee, want nu heb ik mijn manager nodig. Ja, maar baby, I wanna chill. Nee, but now we gotta make some babies. Ja, maar schat, ik wil... Oké. Okay. Ja. Maar ja, hoe is dat ontstaan dan? Zeg maar die chemie. Wat is, want jullie hebben... Het matcht gewoon, snap je? Dus dat is ook iets wat moet gebeuren. Maar wat hoe is dat ontstaan? Is het gewoon... Vanuit vrienden of is het gewoon... Ja, we waren eerst gewoon echt vrienden. Oké. Okay. En we zochten alle twee eigenlijk een huis. En Nee, gaan we niet zeggen dat jullie een huis zochten. Nee. Kijk, ik vertel eens verkeerd. Kijk, zeg maar, ik woonde nog bij mijn moeder. Okay. En hij wou heel graag op zichzelf wonen. Ja. En toen gingen we eigenlijk gewoon voor de lol gingen we huizen bezichtigen. En... ja, we kregen eigenlijk gewoon, we waren gewoon aan het chillen, zeg maar. Dus we zagen niet van we gaan huizen bezichten, maar we zagen het gewoon echt als een planning om langs huizen te gaan en te filmen hoe het er daaruit ziet. En toen was er één woning die had gezegd van nou, jullie kunnen hier wonen. En toen dacht ik van oké, maar het gaat wel heel erg snel nu. Dus toen zei hij tegen me van oké, we kunnen samen wonen, maar we zijn dan huisgenoten, dus we hebben nog geen relatie. Dus het was... Ja, ik kreeg geen label nog. Ja, ja, ja. Okay, ja. Maar ja, toen hadden we eigenlijk al een relatie, maar we zijn best wel snel gaan samenwonen. Ik denk, we kennen elkaar toen 5 of 6 maanden. Oh, wauw. En ja, als je met elkaar gaat samenwonen, dan... Dan leer je alles. Ja, dan leer je elkaar gelijk kennen. Oh. En het is wel met alles, zitten we op één lijn qua denkwijze, hoe we in het leven staan. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk ook is. Wat was de irritatiepunt, zeg maar? De eerste wat je ging irriteren. Want samenwonen is confrontational. Ja, ja, hij is heel netjes. Dus heel erg geordend. Oh, ja. En ik ben echt, ja, slordig, zeg maar. Ja, ik voel je. En ik weet dat hij het heel leuk vindt als ik dat zeg. En
Want ik ben ook wel echt slordig. Maar wat is slordig? Want ik ben slordig in de zin van... ik kan letterlijk mijn kleren op een stoel leggen... en dan kom ik een week terug en dan zie je de stoel niet meer... en dan zie je alleen mijn kleding. Ja, dat is ook. Zeg maar, ik heb een kledingkast, maar het is zeg maar met zo'n glazen plaat. Ja. En als ik een shirt heb aangedaan, dan gooi ik het gewoon daar neer. En dan aan het eind van de week ligt daar gewoon een hele grote stapel. En dan zeg ik van, ja, ruim even je kledingkast op. Ja. Maar dan denk ik van, ja, dat doe ik later wel. Of je vergeet gewoon dat je kleding hebt... Of dat het ergens verstopt is. Ik denk dat je het kwijt bent. Maar je hebt gewoon niet opgeruimd. Ja. Die ben ik. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja. En ook met haren. Ik bedoel, elke vrouw met extensions of pruiken... die weet hoe vaak die haren eruit vallen. En dan ligt het in de badkamer op de grond. Ja. Dat soort dingetjes. Wauw. Ja. Maar daarom weet je dat iemand echt van je houdt... als iemand je mankement of minpunten gewoon accepteert. Ja. Mijn moeder zei ook tegen mij... als jij ooit een vrouw vindt die jouw vieze kant... zeg maar met... Die vieze kat. Ja, mijn moeder zeggen, je dirty. Ik heb je gewoon anders opgevoed. Maar je hebt gewoon niks, zeg maar, meegenomen. Nee, ik kreeg echt, zeg maar, de slipper in mijn nek van gewoon... Je bent gewoon vies. Je bent gewoon... Hoe kan je spullen gewoon zo laten liggen? En weet je, ik ben iemand van, ik ruim later wel op. Maar later, als ik in slaap val op de bank, dan ben ik mijn bord vergeten. En dan haast ik de deur weer uit. Precies. Dan kom ik terug en dan staat het bord nog. En dat is dat soort dingetjes. Ja, heb jij dat ook? Ja, heel erg. Okay. Toen ik zeg maar bij mijn moeder nog woonde, had ik dat heel erg. Gewoon borden eten in mijn kamer, blikjes. Maar nu ik zeg maar samen woon, ben ik toch wel wat netter geworden. Okay. Maar het kan nog wel nog netter zijn. Kan netter. Maar je bent work in progress. Je moet altijd tegen mensen zeggen, hoe gaat het? I'm a work in progress. I'm under construction. Under construction. Altijd, weet je? We zijn er nog niet. We zijn aan het bouwen. Working at it. Nee, wel grappig, man. Maar wees blij dat jullie niet allebei zijn. Zeg maar rommelig zijn. Want dan was het, dan zou het echt gaaf zijn. Dan was het een nieuw programma. Rommel in huis. Help, mijn vrouw is een rommel. Oh shit. Maar weet je, het is bij jou zeg maar... wat ik altijd leuk aan jou vond van... en vind, nog steeds, maar dat jij altijd... je bent altijd jezelf. Gewoon lekker gek. Is het makkelijk om zeg maar jezelf te zijn in een wereld... waarbij er ook heel veel... neppigheid is en is ja, want ik denk dat veel mensen jou zien van, is het altijd vrolijk? Nou, altijd vrolijk niet echt hoor. Ik heb ook wel mijn mindere dagen, maar ja, bij mij het mezelf zijn is denk ik, ik ben trouwens heel blij dat ik daardoor bekend ben geworden, gewoon puur om mezelf zijn, zeg maar. Dus niet van dat ik ooit heb meegedaan aan het programma en dat ik daardoor heel veel volgers heb gekregen. Mensen volgen me echt om wie ik ben. Ja. En dat vind ik wel echt een van de grootste blessings, zeg maar, dat ik daarmee nu mijn werk kan doen en alles doen wat ik leuk vind. Ja. Maar voor mij was het meer van, toen mijn moeder mijn zusje kreeg, dacht ik van, oké, zij gaat later groot worden. Zij gaat later video's van mij terugkijken misschien. En dan wil ik wel dat zij zeg maar een goed voorbeeld krijgt. Want ik merk nu al dat zij echt zoveel kleine dingetjes van mij kopieert. Gewoon dingetjes die ze ziet op TikTok. Ja. Dus ik maakte eerst video's dat ik mensen op straat ging lastigvallen. En toen dacht ik van, als mijn zusje dit ziet, dan gaat ze echt een probleemkind worden. Dus dat had ik allemaal verwijderd. En toen ging ik gewoon leuke, grappige video's maken. Ja. En ja, daarbij komt ook kijken, als je vrouw bent, je bent bekend, dan gaan mensen over je uiterlijk praten. Dat je dik bent, tenminste dat heb ik dan. En dan toen dacht ik van, ja, ik heb daar gewoon scheid aan. Ja. Ik ben vroeger ook best wel vaak gepest op school. Dus ik denk dat daar ook die scheid een beetje ontstaan is. Op een gegeven moment kreeg ik zoveel dingen naar mijn hoofd. Dacht van, ja, nu heb ik het wel gehoord, zeg maar. En dat is ook op social media. Het zijn eigenlijk gewoon internetbullies. Ja. En als je elke dag hetzelfde over je heen krijgt, dan denk ik van, ja, dat raakt me niet meer, zeg maar. Maar op het moment dat je... Wat pesten is een onderwerp wat ik ook vaak bespreek, ook in deze podcast. Ook met QC. Die was heel openhartig over één incident wat hem is bijgebleven. Hij heeft natuurlijk meerdere dingen meegemaakt. Maar een incident wat mij ook zeg maar echt liet schrikken van... Wauw, dat kids zo wreed kunnen zijn. En dat het ook een soort emotionele bagage wordt. Zeg maar die pesterijen. Ja. Heb jij ook zoiets, zeg maar, dat je dan denkt van... ja, dat is me bijgebleven of ik heb er nog last van? Ik heb niet echt één specifiek ding dat ik dacht van... nou, dit heeft me echt heel erg geraakt. Want hoe zagen die pesterijen uit dan? Want wat is, ja, het begon eigenlijk al vanaf de kleuterklas met Zwarte Piet. Dan was het van... ik wist nog dat iedereen kreeg smink. En toen zei de juffrouw tegen mij van... nou, jij hoeft niet, want je bent al donker. En toen ging heel de klas lachen. En ik was helemaal aan het huilen, want ik werd zeg maar opgevoed door een Nederlandse vrouw. En mijn vader die is donker, dus ik zag niet echt een verschil, zeg maar, van... Oké, dit is white en dit is black, zeg maar. Ja. Dus ik kwam helemaal huilend uit, want ik begreep het helemaal niet. Ik was toen 5 of zo.
En ja, zodoende, ik was ook de enige donkere meid van heel de school. Dus het was ook altijd in de pauze was het kutneger, Zwarte Piet. Ja, eigenlijk alles wat je maar kan. Zwarte aap, kutaap, kankeraap, allemaal dat soort dingen. Wat doet zoiets met je zelfbeeld? Want dan ben je jong en dan snap je het niet. Want het is te gek voor woorden dat... Ja, klopt. Het is wel heel heftig. En ook als ik zeg maar nu kijk naar heel veel kleine kinderen op internet, wat ze dan reageren. Ze hebben het volgens mij zelf niet door hoe heftig het is wat ze allemaal zeggen. Voor mij was het... ik heb altijd wel een muur om me heen gehad. Want thuis ging het ook niet altijd heel goed. Dus voor mij was het van, ja, het raakte me niet heel erg. Want het was ook niet van dat ik naar huis kon gaan om uit te huilen, zeg maar. Want thuis was het ook van, ik moet gewoon heel dag mijn mannetje staan. Ja. Dus... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon door blijven gaan. Tot de middelbare school was hetzelfde verhaal. En toen ik woonde in Schiedam. Mm-hmm. Dus ik ging van Schiedam naar Vlaardingen en Rotterdam. En op het moment dat ik verhuisde, want mijn moeder die ging op een boerderij wonen met mijn stiefvader. Ja. En op het moment dat ik zeg maar uit die cirkel ging, zeg maar, dus in een heel nieuw gebied. Toen dacht ik van, fuck it. Ik ben nu van al die mensen af. Ik ga gewoon lekker mijn eigen dingen doen. Want ik was wel altijd gewoon een clowntje, zeg maar, in de klas. En toen dacht ik van, nou, ik ga nu gewoon video's maken op internet. En dan ga ik gewoon grappige dingen doen. En toen ben ik in één keer bekend geworden. Dus al die pesterij op internet. Denk ik van, ja, ik heb al zoveel meegemaakt. Dus dat kan me allemaal niet meer raken, zeg maar. Maar heb je het op een gegeven moment ook emotioneel geblokkeerd? Ja, dat. En ik merk wel... Later, nu ik zeg maar ouder ben, dat ik wel alles verwerk, zeg maar. Dus, En hoe doe je dat dan? Dat je dat nu verwerkt op latere leeftijd? Nu? Nou, dat ik merk wel dat ik soms wel echt agressieproblemen heb, zeg maar. Dan vraag ik mezelf af van, ja, waar komt het nou vandaan? Maar ik praat eigenlijk nooit over mijn problemen. Dus ik denk dat het gewoon opgekropt was, zeg maar. Maar wanneer uit dat zich dan, dat je agressief wordt? Want ik zie jou nooit agressief. Nee, maar snap je? Dus ik vraag me af, op welke momenten heb je dat dan? Nou, ik heb dus eind 2019 psychose gehad. Mm-hmm. En mij is me laten vertellen dat dat dus komt door jeugdtrauma's. Maar ook door, ja, ik rookte ook jointjes. En gewoon een mix van dat allemaal, dat kan een psychose veroorzaken. Dus ik denk dat dat het moment was dat alles een beetje eruit kwam, zeg maar. En sinds ik op mezelf woon, heb ik echt die rust gevonden, zeg maar. Ja. In mijn hoofd ook. Want ik was eigenlijk alleen maar op doorgaan en doorgaan en doorgaan. En als je op jezelf woont, je hebt je eigen plekje, dan heb je eindelijk een beetje de tijd om dingen te verwerken, zeg maar. Mm-hmm. En zo'n psychose, zeg maar, wat kan je daar nog van herinneren? Want is het een moment waar je voelt dat alles uitgaat in je hoofd? Wat omschrijf een psychose? Ja, het is echt heel eng, omdat ik heel veel dingen niet meer herinner. Mm-hmm. Maar het begon eigenlijk met dat ik achter alles een reden ging zoeken. En heel erg doordenken. En heel veel bezig zijn met nummers en cijfers. En alles opzoeken. Dus stel bijvoorbeeld, dit is 3:33. Gelijk opzoeken wat dat betekent. En op een gegeven moment ging ik echt erin doordraaien. En wat gebeurde toen dan? Zeg maar... Ja, op een gegeven moment was er gewoon een moment dat het gewoon echt omsloeg. Ja. En ik weet er eigenlijk heel weinig van. Maar mijn vriend Davinio, die is wel bij alles geweest. Die heeft het gezien, die heeft het meegemaakt. Ja, die heeft alles meegemaakt. Oh, wow. Dus dat was wel heel heftig. En hoe kreeg hij jou weer rustig dan? Want zeg maar, er zijn mensen die dan denken van oké, maar dan jij kan je niks van herinneren, want it blocks in your mind. Dingen gaan uit. Maar wat kon hij jou vertellen? Hoe heeft hij jou weer recht kunnen krijgen? Of hoe is dat nou, weer? Nou, niet. Ja, het duurde echt 3 dagen lang. En ik vertel alles sowieso niet echt op chronologische volgorde, omdat ik het in mijn hoofd ook niet echt meer helemaal precies weet. Mm-hmm. Maar het begon gewoon met dat hij dan bijvoorbeeld buiten was. En dan had ik de deur op slot gedaan, kwam hij niet meer binnen. En op een gegeven moment, dat duurde 3 dagen lang. En in de avond wakker worden, rare dingen zeggen. En op een gegeven moment had ik mezelf opgesloten in de kamer. Ja. En met een mes. En toen dacht ik van, nou, nu gaat het te ver. Dus ik ga de politie bellen. En toen ben ik eigenlijk met de politieauto naar het GGZ gebracht. En daar heb ik dus 2 weken gezeten, medicatie gekregen. En toen werd ik weer mezelf, zeg maar. Dus het is niet gelukkig. Van... Nee, maar gelukkig, wat ik mooi vind wat je vertelt is, zeg maar,
mensen onderschatten altijd mental health. Ja, ja, mensen klopt. Praten altijd over, ja, we moeten naar de gym. Oké, is leuk om dat allemaal te trainen. Is ook belangrijk, je fitheid. Maar een mentale APK is heel belangrijk. Je moet je mind ook dubbelchecken. We weten niet wat mensen meemaken in hun hoofd. Sommige mensen vertellen niet eens dat ze door dingen heen gaan. En dan ontmoeten ze jou en dan snappen ze. Of ze hebben iets anders meegemaakt waardoor ze dan snappen. Het kan zo gebeuren. Dus ik vind het wel heel moedig van je dat je dat ook vertelt. Ja, het is wel, ik vind het wel moeilijk om erover te praten. Ja. Maar ik heb wel gemerkt dat sinds ik over praat, ik echt heel veel berichten krijg. Ook van jongeren. Dat ze ook kampen met psychische problemen. En ik denk dat het echt een probleem is onder de jongeren. Hoe komt het, denk je, dat, zeg maar, dat het een steeds groter probleem wordt onder de jongeren? Want dat lees ik ook. Dat zeg maar steeds meer jongeren daarmee kampen en er last van hebben. Ja, ik denk echt door social media. Je gaat jezelf op een gegeven moment vergelijken met allerlei mensen waarvan je denkt dat ze een perfect leven hebben. Bijvoorbeeld, je kijkt naar een bekende influencer die heeft de lippen gedaan en de gezicht gedaan en de billen gedaan en de borst gedaan. En misschien als 16-jarig meisje ben ik daar heel erg onzeker over. Ja. En als ik ook op mijn Instagram scroll, ik zie alleen maar dat, zeg maar. Ja. Dat soort vrouwen, zeg maar. Niet dan dat ga je denken dat het perfect is en dan ga je jezelf onzeker maken. Ja, ik denk dat. En ook bijvoorbeeld om de mannen. Je ziet allemaal mannen die, weet ik veel, investeren in Bitcoin, waar alles goed gaat, veel geld. Ja. En er wordt nu ook, zeg maar, gepraat over bijvoorbeeld een Albert Heijn baantje van, oh, je werkt bij de Albert Heijn. Terwijl dat is helemaal niks mis mee. Zeker niet. Maar ik denk, doordat social media, zeg maar, zo uitvergroot wordt en dat alles zo mooi en perfect lijkt, waardoor dat jongeren, zeg maar, daardoor heel erg onzeker worden. Ja. Nee, ik kan me volledig bij aansluiten. Want je hebt mensen die kijken naar social media van, dat is de realiteit. Terwijl we alles kunnen laten lijken. Als ik morgen een auto huur en ik rij 2-3 dagen constant in die auto, stunten, man. Ja, ben aan. Ja, of je gaat naar een autoverhuurbedrijf en je maakt gewoon een foto achter dat stuur en dan zeg je, ja, een nieuwe auto gekocht. Ja. Ja. Niemand weet of dat echt of nep is. Ja, dus dat is ook een. Maar hoe kan je mensen daar, hoe kan je daar mensen tegen wapenen? Moeten de ouders wat meer erop zitten, praten met de kids of je broer of zus? Hoe kan je ervoor zorgen dat je dan, als jongere. Ik vind dat heel moeilijk. Ik denk juist meer programma's over gewoon echt zijn, zeg maar. Ja. En meer mensen uitnodigen voor bekende shows die gewoon wel gewoon real zijn, zeg maar. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nu kijken mensen naar programma's die bijvoorbeeld heel erg booming zijn. En dan zie je weer die en weer die. En dan denk ik van, ik twijfel toch aan mezelf. Ja. Ik denk niet dat het alleen aan ons ligt dat we denken van, we moeten bij onze moeders en bij onze vaders kijken hoe hun dat doen in de opvoeding. Maar ook gewoon waar we naar kijken, zeg maar, zeker, op social media. Zeker, ik ben helemaal met je eens. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast opzette. Real talk, ik noem het real talk omdat ik echte gesprekken wil voeren met mensen. Wat gaat er om in je hoofd? Nee. Wat voel je? Want doordat wij communiceren, kan iemand die nu kijkt of luistert denken, oh damn man, ik ken iemand die dat nu meemaakt. Ik kan deze informatie doorgeven. Of ik zit er zelf in. Weet je, daarom zeg ik altijd tegen mensen van, als je iets waardevols haalt uit deze podcast, whatever, deel het met je medemens. Weet je, share the education. Weet je, het is belangrijk. Weet je, echte gesprekken voeren is important. Want wij kijken soms naar mensen en denken, oh, maar die heeft het voor elkaar, het is perfect. Niks is perfect. Voor perfecte mensen moet je wegrennen. Als het te perfect lijkt, run! Ja, ik had dat ook met, vroeger keek ik bijvoorbeeld naar mensen en ik van, oh, die zou sowieso in het echt heel leuk zijn. Ja. En dan leer je diegene kennen en dan denk je van, echt puin gewoon. Ja, heel veel. Ja, dus daarom zeg ik, je moet niet streven naar perfectie, je moet streven naar een betere versie van jezelf. Elke dat dag een stapje en groeien. Ja. Perfectie bestaat niet, weet je? Want wat is perfect? Perfect voor de een is een hele andere definitie van perfectie voor de ander. Ja. Snap je? En dat is de motto achter Real Talk. Maar je zei iets interessants over, zeg maar, als kind vond je het heel moeilijk om thuis je weg te vinden. Je moest daar ook je mannetje staan. Mm-hmm. Hoe was jouw thuis situatie toen dan? Waardoor je mannetje moest staan, ook thuis? Ik denk dat mijn ouders sowieso heel erg bezig waren met hun eigen leven. En ik vind het echt moeilijk. Ik praat er echt nooit over. Dus ik moet even nadenken wat ik ga zeggen, hoor. Ja, neem je tijd. Ik bedoel, omdat je zei van, je zei twee dingen eigenlijk. Je zei, toen je gepest werd en je werd Zwarte Piet genoemd,
Je snapte er niks van, want thuis had je dus een Nederlandse stiefmoeder. Ja. En daarna even weer zei van, je moeder ging op een boerderij wonen. Ja, ja, ik zeg het niet. Ja, kijk, mijn moeder die studeerde in Wageningen. Ja. Wacht even voor mijn telefoon. Maar net, maar wordt gewoon gebeld hier. Je bent aan. Je wordt gewoon gebeld, gewoon hier. Gezichtsbehandeling. Gezichtsbehandeling, gewoon. Real talk. Hé, luister, je moet zo meteen komen. Ja. Nee, mijn moeder die studeerde in Wageningen. En ze had mij, mijn broer en mijn broertje. Mm-hmm. Maar ja, ze zat ook, ja, mijn vader was een beetje abusive, zeg maar. Dus zij moest heel veel doen. Ze was een student. Ze kwam vanaf haar 19e naar Nederland verhuizen. Dus in een heel nieuw land moest ze haar weg vinden. Ja. Studeren en 3 kinderen. En vroeger begreep ik nooit van waarom we niet daar woonden. Maar nu ik zelf in een relatie zit en nu een kind krijg, denk ik van ja, als ik naar een ander land zou moeten gaan, daar zou moeten studeren, werken, geld verdienen en ook nog eens in een abusive relatie zitten, ja, dat is gewoon echt too much. Ja. Dus daarom woonde ik in Schiedam bij mijn vader en mijn stiefmoeder. En die heeft mij ook, mijn stiefmoeder heeft me opgevoed tot mijn 16e. En ja, ik had thuis gewoon heel veel oneenigheid met mijn vader. Maar het is meer van dat hij heel erg overprotective was. Dat ik zeg maar niks mocht. Ik mocht niet naar feestjes gaan. Ik mocht niet naar vrienden gaan, buiten spelen, dat soort dingen. En dat is echt meer van door dat hij zo overprotective was, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb wel gezien dat als je dat te veel doet, dan ga je juist, als je de hele tijd tegen mij zegt, je mag dit niet, je mag dat niet, dan ga ik het juist doen, omdat het niet mag, zeg maar. Maar als je tegen mij, als je ook tegen een kind bijvoorbeeld zegt van, kijk, je kan dat wel doen of dat niet doen, want dan gaat dit en dat gebeuren, dan is het een soort van duidelijker van, als je zegt van, je mag dit niet, en dan is het klaar, zeg maar. Ja. En geen uitleg. Dus dat was een beetje waar ik heel erg tegenop liep. Want als je ouder wordt, wil je natuurlijk ook met je vrienden dingen doen. Met je klasgenoten. Je wilt jezelf. En je wordt ook zeg maar uitgesloten. Zeg maar, als je nooit met vrienden dingen doet of klasgenoten. Want dan het volgende weekend, dan heeft iedereen het erover hoe leuk het was. En hoe grappig en hoe dit en hoe dat. Maar dan was je er niet bij, zeg maar. En dan op een gegeven moment word je toch wel een beetje buitengesloten van de groep. Ja. En omdat er zeg maar zoveel oneenigheid was, toen ging mijn moeder verhuizen. Dus mijn moeder die woonde sowieso niet bij ons hoor. Die had gewoon een eigen woning. Maar zag je haar wel? Want je hebt tot je 16e bij je vader gewoond. Dus ja. Zag je in die periode wel? Ging je één weekend naar je moeder? Ja, in het was weekend om en om. Okay. Eerst in Wageningen en toen verhuisden ze ook naar Schiedam. Ja. Dus om dichter zeg maar, bij ons te zijn en ook daar te werken. Ja. Toen zagen we haar gewoon elk weekend. Ja. En toen kreeg ze een nieuwe partner, dus de vader van mijn zusje. En toen ging ze verhuizen naar Barneveld. En ik moest eigenlijk gewoon uit huis. Dus ik kon kiezen of ik begeleid kamerwonen wou doen. Of met haar meegaan naar een boerderij. Maar ik woonde in de stad, dus ik dacht van ja, ik ga echt niet op een boerderij wonen. Ja. Want ik was één keertje meegaan en het stonk gewoon naar mest. En ik dacht van, ik zie mijn leven gewoon niet voor mij hier. Ja. Dus ik boerzoekvrouw, je dacht, nogmaals, ik doe dit niet. Ja, ik schaam me ook dat ik daar woonde, hè. Ja. Maar toen ging ik één dag meekijken met begeleid kamerwonen. Ja. En het waren echt van die jongeren waar je zag van, nou, dit gaat gewoon niet goed. Als ik hier één dag blijf, dan word ik gewoon een junkie, denk ik. Dus ja. Je zag jonkers op tafel liggen, echt alles gewoon. Dus ik dacht van, voor mijn eigen toekomst is het denk ik beter om gewoon bij mijn moeder te wonen. Een nieuw begin, een hele nieuwe plek om te wonen. Toen wist ik ook nog niet dat ik een zusje kreeg. Dus ik dacht van, nou, ik doe het maar gewoon, zeg maar. Want ik wou niet bij een vreemde man wonen. Ja. Die ook 2 kinderen heeft. Ja. Dus dat was voor mij heel moeilijk. Maar toen ik daar woonde en toen hoorde ik dat mijn moeder een dochter kreeg. Toen dacht ik van, nou, dat is wel eigenlijk heel erg leuk. Oh, nice. Ja. En in die tijd was je dus je was bij je vader weer weggegaan. Ja. Dus je wilde gewoon bij je moeder gaan wonen daarna. Ja, ik wou eigenlijk gewoon een eigen huis toen ik 16 was. Maar dan moet je eerst begeleid kamertraining doen natuurlijk. En toen ging je dus naar je ma en toen op een gegeven moment kwam je vriend tegen. En toen gingen jullie weer samen wonen. Ja, ja. Oké. Maar ik heb wel echt die rust gekregen toen ik zeg maar gewoon wegging van alle drama. En de plek waar ik woonde. Ja. Want op een gegeven moment, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, je blijft mensen zien die je niet mag, zeg maar, als je in een bepaalde stad woont, zeg maar. Maar dat waren de mensen die je pesten, bedoelde je dat? Ja, zeg maar, ook, die mensen, ja. Ja, dat was niet, en dat was de Schiedam. Ja. Oké. Okay. Dus jij komt nooit in de Schiedam. Nou ja, grappig, ja. Want je woont weer daar. Ik heb mijn huis daar gekocht. Ik ga stuk! Nee, ja, het is meer van dat ik
als ik terugkom daar, dan heb ik gewoon echt een beetje een naar gevoel, ja, zeg maar. Maar ik kom wel regelmatig nog daar langs. Gewoon je pa opzoeken en zo. Ja. Oké. Nice. En heb je al nu ook zoiets van... heb je ook een beeld van hoe je ook je kind wil opvoeden? Van zeg maar door alles wat je nu hebt meegemaakt... ben je dan misschien ook zo van... Hey, ik ga extra hierop letten, ga daarop letten. Heb je een bepaald beeld van hoe je jouw moederschapsrol wil invullen? Ja, ik denk sowieso tussenin. Dus niet al te streng. Want ik heb dus gemerkt van als je heel streng bent... dan gaat je kind sowieso tegenovergesteld doen. En bij mijn moeder, toen ik bij mijn moeder woonde op een boerderij... toen mocht ik alles. Dus ja, ik wist nog de eerste dag dat ik daar was. Toen zei ik om 10:00 s'avonds, ik ga naar buiten. Ze zei, oké, is goed. Toen dacht ik, wow, oké, dat is wel cool. Ja. En op een gegeven moment kwam ik gewoon in de problemen. En ja, laat in de nacht op straat, de treinen vielen uit. Ja, kijk maar hoe je thuis komt van Rotterdam naar Barneveld. Oef. Dus dat soort dingetjes. Ja. Maar ik denk, sowieso communiceren is heel goed met je kind. Ja. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja. En vanuit daar kijk ik wel verder. En wat zijn nu je doelen? Zeg maar, wat wil je nog meer doen? Wil je op tv nog dingen doen? Heb je nog plannen? Heb je nog... Ik werk nu waar jij werkt, we zijn collega's bij Farnix. Dat doe ik elke dag. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, ik heb dus onlangs in een film gespeeld. Tata's! Met Tata's. Ja. En acteren vind ik heel leuk. Ik heb dat ook best wel lang gedaan, al acteren. Maar ik zou toch wel meer willen doen, zeg maar. Met acteren, want ik word wel altijd gevraagd voor dezelfde soort rol, zeg maar. Wat voor rol is dat? Gewoon, ja, gewoon een meid die gewoon een grote bek heeft. Ja. En altijd maar mensen uitscheldt en zo. En ik snap wel dat bij bijvoorbeeld een rol over een lief meisje in een klaslokaal gaat niemand aan mij denken. Maar ik zou wel leuk vinden om een keertje een andere kant te laten zien. Ik zou wel denken dat je dat zou kunnen spelen, hoezo niet? Mensen moeten ophouden met typecasting. Maar wat zou jij willen spelen? Wat zou jij... Gewoon echt het tegenovergestelde van wat ik nu elke keer speel, zeg maar. Dat lijkt me wel gewoon echt leuk om te doen. De casting agencies, je hoort het. Geef Vonneke bij deze een andere rol. weet je, ze zitten in een super succesvolle film, de Tata's. Dus the prices went up! Yes. Yesterday's price is not today's price. Shout out to Fat Joe, man, voor die. Maar nice. Want zeg maar ook in de acteren, dus dat ben je oppak. En in reality shows, zou je ook zien in Meisjes in de Jungle? Zou je zoiets ooit meedoen? Zulke... Ja, volgens mij was ik wel gevraagd. Maar omdat Fabiola had gezegd van... als Vonneke komt, dan wil ik niet. Ben ik niet gekozen. Oh, serieus? Maar het lijkt me wel leuk. Maar ik heb ook meegedaan met... hoe heet dat ook alweer? Like Me I'm Famous. Dat was de eerste reality show waar ik aan heb meegedaan. Ja. En toen merkte ik wel van... Nou, het is toch wel heel anders dan dat je zeg maar ziet. Mensen veranderen als de camera's aangaan. En ik had daar wel een beetje moeite mee, zeg maar. Dus ik weet niet of reality echt iets voor mij is, hoor. Volgens mij is het niet eens reality. Het is volgens mij is acting on cam. Ja, het is echt gemaakt. Maar dat lijkt me heel moeilijk. Ik ben iemand, ik distancieer me best wel van dingen die me niet liggen. Weet je, ik ben ook een loner, eigenlijk. Dat weten mensen niet van mij. Maar ik ben iemand, ik kan me best wel goed zeg maar afzonderen. Met eentje naar de bioscoop. Of weet je, dan ga ik Netflix kijken en dan ga ik gewoon mijn eigen wereld wegspacen. Snap je? Dus I don't even smoke and drink. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het soms... Dat is voor mij mijn balans. Omdat je dus elke dag bezig bent met de buitenwereld... is soms ook goed om bezig te zijn met jezelf. Weet je, wie ben jij? Wat wil jij? Wat vind je fijn? En gewoon zelfliefde. Ik heb dat nu ook al. Ik werk nu van maandag tot vrijdag bij FunX. En in het weekend vind ik het gewoon echt lekker om gewoon niks te doen... en thuis te zitten en met niemand te praten. Dus ik voel je daar echt volledig in. Behalve met de baby. Precies met de baby. Mama houdt van je. Ja. Mama houdt van je. Dat is wel anders dan met vrienden chillen, toch? Ja. Want voor mij is het wel echt too much... om zeg maar naast de werktijden ook nog eens gaan stappen of zo. Nou, heb je veel vrienden? Ben je iemand met veel vrienden? Of? Nee, echt totaal niet. Okay. Ik heb echt 4-5 vriendinnen. Ja. En het zijn ook vriendinnen die ik misschien echt al jarenlang niet heb gezien... maar de contact is gewoon goed, zeg maar. Dat zijn de beste vrienden. Dat is altijd goed. Ja. Weet je, die hoef je niet... Weet je, sommige vriendschappen... Als je elke dag water bij een plant moet toevoegen om te groeien... dan denk ik mezelf, maar stel voor dat ik het een dag vergeet... zijn we dan niet meer cool. Ben je dan al die andere dingen vergeten? Ja. Dus dat is wel bijzonder. Maar grappig, dus als je het meegedaan... dan hadden we boxing influencers op tv. Ja. maar voor de mensen... Maar ik vind het echt raar, want ik heb echt geen problemen met haar. Ik heb haar echt al 2 of 3 keer in real life gezien... en er was gewoon niks aan de hand. Ja, want ik vraag me dus af, want ik weet nog... ik stond op een gegeven moment in de ring te presenteren. Jij hebt je 4K gezien. En ik,
ik dacht dat jullie gewoon de beelden zouden online. Misschien doe ik even een overlay dat je een beetje de beelden kan zien. Maar dus besef, je presenteert boxing influencers. En dan op een gegeven moment zie je iemand zo schreeuwen. Ja, ik pak jou aan. En ik denk, dit is gewoon gestaged. WWF, World Wrestling. Maar later hoor ik. These people, like, they really don't like each other. Maar voor de mensen die niet weten, wat is dat ding? Waar is dat ontstaan? Want je zegt, je hebt elkaar maar een paar keer gezien. Mm-hmm. Hoe ontstaat dat vuur? Want het vuur is echt, althans, het zag er echt uit. Ik weet het. Ja, het was meer van, zij maakt gewoon van die raps op internet over iedereen en weet ik veel wat allemaal. Ja. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon een grappige rap voor haar maken. Het was niet van dat ik haar aan het echt lijp aan het dissen was. Of echt dingen zei van, oké, hier heb ik je, zeg maar. Ja. Maar het was gewoon echt gewoon voor de lol. Ik zeg van, ja, Fabiola, wat ben je aan het doen, zeg maar. En op een gegeven moment kwam zij terug met raps. Met raps, toch? Of ja. Het meer was een rap. Ik weet het, het waren een paar raps, ja. Ja, ze had meerdere raps gemaakt. En op een gegeven moment ging ze gewoon dingen zoeken om me echt pijn te doen, zeg maar. Ja. Dus ging echt mensen achter de schermen vragen van, oké, hoe is Vonneke? Wat heeft ze gedaan? Dit en dat. En op een gegeven moment was ik gewoon klaar mee, zeg maar. Ik dacht van, oké, die sensatie is geweest. Ik ben er gewoon klaar mee. En toen ging ze me uitdagen voor boxing influencers. En ik dacht van, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben echt klaar met die sensatie, zeg maar. En toen bleef ze maar zeggen dat ik een pussy was. Kippertje, pussy. En toen van, nou, nu gaan we het gewoon doen. Nu gaan we gewoon echt keihard knallen. En toen hadden we afspraak gemaakt om bij boxing influencers te vechten. Toen was de uitdaging dus in de ring waar jij was. Dus bij de editie voordat wij, zeg maar, zouden vechten. Ja. En Davinio, mijn vriend, die zei ook van, als ze stoer, dan moet je er gewoon een klap geven. En toen zei ik van, nee, dat ga ik niet doen. En ik zei van, oké, als ze echt stoer gaat doen, dan geef ik er gewoon een klap. En toen riep ze me de ring in en toen was het, Vonneke, bitch, dit, dat. Dus dacht ik van, ja, nu ga ik het gewoon doen. En ik was gewoon aan het wachten, want jullie waren heel de tijd met elkaar aan het praten, ja. Jij en Melvin. Dus ik dacht van, oké, welk moment is het goed om te doen? Ik snapte er niks van, want ik, ja, je kent mij, I don't condone violence. Maar ik dacht van, dit is gewoon geacteerd toch, dit is gewoon niet echt. Maar I was like, die gaan zeggen, this is a serious man. I was like, what the hell? Ja. Nee, die irritatielevel was gewoon zo hoog. Ook gewoon door alles wat op social media werd gezegd. Ja. En toen dacht ik van, ja, nu is het gewoon klaar, nu ga ik het gewoon doen. Maar na die uitdaging, ja, die kaarten gingen gewoon gek. Het stroomde echt binnen. Ja. Maar toen we aan het trainen waren, toen kreeg ik dus die psychose. En dat gevecht, dat zou een maand later zijn nadat ik, zeg maar, uit het GGZ was gekomen. Aha. Dus toen ik eruit kwam, toen zag ik weer allemaal fietsen dat ze aan het trainen was. En ik werd van rustig worden werd ik weer helemaal gek in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet gaan trainen, want ik had nog helemaal niet getraind. Ja. En toen ging ik echt als een gek trainen. Ja. En ik denk ook door het trainen ben ik mentaal veel sneller mezelf weer geworden dan als ik denk ik. Want ik zat ook echt aan de heftige medicatie. Ja. Antidepressie en nog twee andere heftige, zware pillen. Ja. Volgens mij oxycodon ook. En de eerste dag dat ik bij de training aankwam, toen zei ze van, ja, we gaan je wegsturen, want je bent stoned. Maar ik zat gewoon echt heftig onder de medicatie. En voor mijn gevoel was ik echt goed aan het trainen, maar het zag echt gewoon zo uit. Ja. Ja. Next level, man. Wauw, want kijk, dat is het ding met Real Talk. Nu pas horen we wat daarachter zit. Omdat je weet het niet. En mensen gaan maar wat verzinnen, die schrijven maar wat. Ja, wat ook heel heftig was, is dat iemand die bij het GGZ... Dat is Siri. Siri doet altijd mee in gesprekken. Siri wat ook zei. Wat zei je? Ja, het heftigste was dat iemand van onze leeftijd, die werkte bij het GGZ. Ja. En die had iets van mijn dossier op internet gezet. Oh, en toen kwam het in van die juice-kanalen op Facebook. En ja, toen ging iedereen hun eigen verhaal maken. Van, ja, wat is met Vonneke? Vonneke is helemaal gestoord geworden. Ja, dat vond ik wel het fucked up, man. Ja, het meest fucked up. Want ik was, zeg maar, dat als ik een psychose had, dat niemand ervan zou weten, zeg maar. Dat nee, maar gewoon lekker privé. Rustig, ik vind sommige dingen is gewoon privé. Snap je? Ik bedoel, en het kutte van zoiets is, mensen spelen ook met andermans levens. Want op het moment dat zoiets lekt, misschien krijg je nog een psychose. Of je doet jezelf iets aan. Bewijzen van spreken, afkloppen. Snap je? Dus mensen moeten beseffen dat internet is fucking gevaarlijk ook soms, hè? Dat je gewoon, ja, weet je, dat als je verkeerde prikkels krijgt, you never know what someone might do. Ja. Gelukkig ben je er en heb je gewoon een sterke vriend die gewoon altijd gewoon in je corner staat. Ik denk dat het ook belangrijk is.
Ja, hij heeft me wel echt door die tijd heen gesleept. Mooi, man. Shout-out aan die ik ga je applaus geven, man. Ja, shout-out naar Davinio. Ja, Davinio, shout-out aan jou, man. Wat het mooiste is dat ik hem eigenlijk net kende. Ja. En hij kon er ook voor kiezen om gewoon niet te komen. En dat hij zou denken van, nou, hun regelen het wel. Maar hij is elke dag gekomen. Elke dag om me te komen douchen. Zelfs als ze zeiden van, je mag niet komen, vond ik hem maar geen bezoek. Is hij gewoon, want hij heeft best wel een grote mond. Dus ja. Hij bepaalt gewoon dat hij komt. En dat vind ik wel echt hard. Want, mooi. Ja, als hij niet was gekomen, dan hadden ze me gewoon niet gedoucht, bijvoorbeeld. Wauw. Dus dat heeft me ook wel laten zien dat hij wel gewoon echt... Hij is een streekvriend, je mag nooit weg bij hem, hè? Nee. Nee, maar luister, nu kan je niet meer... Want iemand moet dat overtreffen. Ja, precies. Maar niet wie je bent, Denzel Washington, superstar, weet ik veel, Michael B. Jordan, I don't care who you are, man. Deze man heeft gewoon gewonnen. Nee, ja. Maar dat is ook echte liefde. Liefde is niet altijd perfect, komt in verschillende vormen, maar liefde, echte liefde, heeft ook te maken met loyalty. Ja. Loyaliteit, ja. Toewijding. Ja, sindsdien weet ik gewoon dat ik hem gewoon met alles kan vertrouwen, blindelings. Dus, en toen zei je, you're gonna have my baby. Let's make a baby. Nee, toen niet. De eerste dag dat ik eruit kwam, toen was hij ook bang. Hij durfde niet naast me te slapen, wat ik ook begrijp, hoor. Ik ook. Nee. Dus toen was ik bij zijn moeder gaan slapen die dag. Shout out, man. Maar dat is echt real talk. Nee, maar ik kan me echt het voorstellen dat je dan... Want je weet niet hoe iemand daar reageert. Nee, precies. En vooral als je zeg maar zulke heftige dingen hebt gedaan. Ik heb ook hele rare dingen gezegd en gedaan. Ja. Dus ik begrijp wel dat je niet de dag daarna gezellig naast iemand gaat slapen. Die, you good? Goed. Ja, one eye open. One eye open, gewoon deze. Maar zo'n surveillance cam. Nee, maar mooi. Kijk, het moraal van het verhaal is zeg maar... let gewoon op jezelf en let gewoon op anderen. Weet je, mental health. Yeah. Dat kan je gewoon... Dat moet je niet onderschatten. Dat is iets waar iemand heel lang mee kan rondlopen. Sommige mensen... Die zitten al met dingen. Ja, en het weet stapelt je wat ik ook op. Nu heb? Bijvoorbeeld, vroeger zag ik dan mensen die heel raar deden op internet bijvoorbeeld. Of mensen van die rare filmpjes. En dacht van, nou, die sporen niet. Of die zitten echt heftig aan de drugs. Maar nu ik zelf psychose heb gehad, denk ik van, oké, het kan ook gewoon komen door een paar jointjes, zeg maar. Ja. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is als je mensen om je heen hebt die waarvan je afwijkend gedrag ziet. Let gewoon echt op diegene en... alarmeer sowieso de mensen om diegene heen. Zeker. Want kijk, ik had dan wel het geluk dat ik met Davinio was, die periode. Ja. Maar het kon ook zijn dat ik dat had toen ik bij mijn moeder woonde, zeg maar. Ja. En dan zou niemand het opmerken. Ja. Dus dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Dan hadden we je niet gekend. Nee. Niet meer gezien. Nee, dan was ik gewoon van de aardbodem verdwenen, denk ik. Nee, maar jij bent hier voor een purpose, man. Dat is zo moet je ook zien ook, hè? Nee, maar ik waardeer ook je... Ik vind het ook inspirerend van hoe je dan zo open en kwetsbaar hierover vertelt. Maar ook je buigt, maar je breekt niet. Ja, klopt. Moet er door, toch? Moet er door, ja. Yeah. Maar het is niet erg om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat is mooi wat je ook dan laat zien. Dus ik denk als je die waardes en die normen en waardes aan je kind meegeeft... en heel veel liefde, komt helemaal goed, man. Ja, toch? Ik ben ook sowieso niet echt iemand die vaak praat over mijn problemen. Mm-hmm. Ik hou er ook niet van als mensen zeg maar te veel weten, zeg maar. Ja, ik voel je met die. Ik ben ook zo. Ja, toch? Ja. Dus daarom krop ik ook heel veel dingen op. Maar het is gewoon belangrijk om er wel over te praten, man. Zeker, zeker. Als het gaat om mental health. Ja. Mental health, man. Real talk. We're talking about everything. We hebben nog een paar kijkersvragen. Wat is de slechtste roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord? De slechtste roddel? Ik zou het even 1, 2, 3 niet weten, hoor. Okay. Maar weet je wat, er zijn ook heel weinig roddels over me, omdat ik echt bijna alles van mijn leven online gooi. Dus, maar wat vertel je niet? Wat laat je er bijvoorbeeld... Wat zijn er bepaalde... zijn er bepaalde dingen die je niet vastlegt, zeg maar? Dat je denkt van... Want inderdaad, je deelt heel veel, maar wat deel je niet? Nou, bijvoorbeeld echt inhoudelijke discussies of ruzies of zo. Ja, met vrienden of mijn partner, zeg maar. Ja. Dus dat. Maar voor de rest eigenlijk wel alles, hoor. Als ik ergens mee zit, dan vertel ik het ook wel meestal. Ja. Als ik heel blij ben, dan vertel ik dat. Ja. Met goed nieuws, dan denk ik van... Ik zeg het wanneer het veilig is, zeg maar. Anders kunnen mensen zomaar boze ogen gooien of zo. Ja, boze ogen, ja, man. Dus, dus voor de rest eigenlijk alles wel. Aan welke reality show zou je ooit een keer willen meedoen? Expeditie, man. Echt? Oké. Okay. Ja, dat lijkt me wel erg hard. Ik denk dat ik het wel lang kan uithouden. Oh, ik ben wel echt een surpiet, maar ik denk dat ik het wel lang kan uithouden. Oké. Okay. Omdat ik...
ik ben echt een moeilijke eter. Ik heb ook echt vaak periodes gehad dat ik echt niks eet. Dus ik denk dat dat voor mij niet moeilijk hoeft te zijn. Ja. Expeditie Robinson. Ja, man. Heb je daaraan meegedaan ooit? Nooit. Ik zou dat ze jou ook wel mogen vragen, hoor. Ja, maar ik weet of ik het ga overleven. Ja, dat is de tweede vraag. Expeditie Robinson. Weet je, dan kijk ik soms naar die programma's en dan zegt mijn moeder, zou je daaraan meedoen? Ik weet niet, man, ik ben moeilijk, man. Ik ga ruzie krijgen met mensen. Ruzie, je bent toch good vibes? Maar als ik honger heb, dan ga ik veranderen, hoor. Ja, dat is wel echt. Dan word ik hangry. Honger en slaap. Ja. I go Wu-Tang on you, man. Maar ik wil sowieso een dikke shout-out geven dat je er was. Ja, thanks dat ik er mocht zijn na een jaar. Ja, je bent altijd welkom. Volgend jaar moet je gewoon weer komen. Ja, nee, maar zie dit gewoon ook als een plek waar je gewoon je ei kwijt kan. Ja. Ik probeer tegen allemaal gasten ook te zeggen van, dit is een platform waar je ook je hart kan luchten. Waar je echt real talk over kan dragen. Waar je echt kan communiceren met de mensen over echte dingen. Dit is content wat voor altijd relevant gaat blijven. Omdat het echt over shit gaat. Het gaat echt over geen shit. Headliners. Real shit. Nee, het gaat echt. Alles wat je zegt, is gezegd. Ja. Zou je bedoelen van gekke titels dat je denkt, zouden ze dit? Nee, alles wat gezegd is, dat zit in die real talk. En niks gaat online totdat mijn gasten het tof vinden. Dus dat is het mooie. Soms misschien ziet hij het daglicht niet in het interview. Dus je denkt, nou, dat interview was raar, hoor. Dat is een rare. Nee, maar daarom zeg ik, dit is real talk. Dus, wat ik ook mooi vind aan Real Talk is dat bepaalde artiesten ook hier komen die eigenlijk nooit over hun gevoelens en weet ik wat praten. En dat kan hier gewoon wel. Dus dat je dat gevoel zeg maar geeft aan mensen dat ze echt over hun dingen kan praten. Dat is wel echt mooi. Love is en dat zegt ook wel veel over jou als interviewer, toch? Love. Ja, toch? Love, vind ik wel lief. Ja, thanks. Ja. Thanks. Heb je een aflevering waarvan je denkt van, die is me bijgebleven? Had je een aflevering? Of misschien twee of drie of zoiets? Nou, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nooit gekeken. Nee, ik heb wel snippets. Ik weet niet wat je doet. Nee, je weet toch, op TikTok zie je vaak van die snippets. Oh, ja. En dan gaat het zeg maar door naar deel 1 en deel 2. Maar die van Oussama is eigenlijk de enige die ik echt heb gezien, zeg maar. Okay. Omdat ik ook gewoon van alle gasten die je volgens mij hebt uitgenodigd, is hij wel de enige met wie ik goed omga, zeg maar. Ja. Dus bij hem heb ik het wel helemaal gekeken. Omdat ik ook echt geïnteresseerd was. Zeg maar. En wat vond je ervan? Ja, mooi. Ja. Ik vond ook, met heel veel dingen kon ik er ook in vinden. Bijvoorbeeld als je eerst sponsorship hebt gehad. Bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan alles uit gaat kiezen. Ik denk dat iedereen die bekend is wel die fase heeft gehad. Ja. Dus ook met koppigheid, met bekendheid, zeg maar. Dat, hij zei iets van dat hij een samenwerking had en dat hij gelijk er naartoe ging om te zeggen van waar is mijn geld? Ja, die had ik ook wel een keer gehad. Was bijvoorbeeld een betaaltermijn van 30 dagen en na 32 dagen was het niet betaald. Toen ging ze gewoon uitschelden in het begin. Ja. Dus dat soort dingen, daar kan ik me wel heel erg vinden. Ja. Show me the money. Show me the money. Nee, maar mooi, man. Ik vind het mooi. Want soms, de ene kijkt het via YouTube. De ander kijkt het via TikTok of Instagram. Of je kan hem ook via Spotify checken. Dus ik vind het mooi. Ik vind het mooi hoe je het ook checkt. Als je het maar deelt en you spread the word. Want het is gewoon, het zijn levenslessen, mooie verhalen van mensen. Soms mindere momenten. Maar waar je echt wel inspiratie uit kan halen. Dus sowieso nogmaals shout-out aan jou. Thanks. Ja, ook shout-out naar jou. Ja man, we doen this, we doen this. And you can always come back. Ja, komt goed. Met baby en al. Dus baby zetten we hier zo. Die doet gewoon mee. Daar wachten we nog wel even mee. Ja. Hoor. Ik denk dat ik nog wel even moet bijkomen als mijn bevalling. Ja, maar jullie houden alles ook geheim, hè? Qua geslacht en zo, toch? Nou, we hebben over 2 weken onze gender reveal party. Okay. Dus dan komt het wel online. Ik denk dat het een meisje is. Ja, denk je dat? Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon. Ja? Ja, ik denk gewoon. Goed gewoon. Nou, ik ga het je laten weten. Ja, ik kom gewoon, dan kom ik de kleine ook verwennen. Ook als ze jong is, dan kom ik even blessen. Ja, is goed. Oma Nando komt even in de beeld in. Met een Nando League shirt, rompertje. Je weet eigenlijk moet gewoon die merch gaan doen, man. Ja, toch? Ja, toch? En dan gewoon naar alle gasten sturen. Hé, hey, ze brengen op ideeën. Als je aan het kijken bent naar Real Talk, ik vind het een goed idee. Moet ik met Nando League's Real Talk merch komen? Laat het even weten, reageer. Maar sowieso, ik wil Vonneke bedanken voor de komst. Zoals hier, openhartig. En zoals je weet, this is what we do. Real talk. Blijf reageren. Like, subscribe, deel het. Spread the word, man. Als je het tof vond, reageer. Vond je iets minder? Het zijn natuurlijk heel veel zure mensen. iedereen reageert. Maar gewoon reageer gewoon.
Wees vrij, zeg wat je wil zeggen. Als het heel zuur is, dan blok ik je. Nee, man, wees love, man. Good vibes, man. Nandelings Real Talk, de podcast. Shout-out aan iedereen die gewoon lekker bezig is. Wees lief voor elkaar. Keep it hot. Keep it banging. Hey.